over there. Yeah. Ja, de horrormaand, dames en heren. We zijn terug! De hele maand oktober alleen maar enge video's. En wat worden ze eng? Het wordt alleen maar enger, ik zweer het je. Klik wel even op die abonneerknop, want meer dan 40% van de mensen die mijn video's kijken is nog niet geabonneerd. En we hebben nu echt de horrormaand. Je wil echt geen één video missen hiervan. Ik zweer het je, alleen maar enge video's. Goed, laten we meteen in deze video duiken. Veel plezier. Yes! Horrormaand begonnen! Boe! Welkom! In ieder geval gaan we weer met Ghost Hunters op pad. De Ghost Hunters. En ze zeiden van, deze keer wordt het extra spannend. Dus ik heb letterlijk niemand mee kunnen krijgen, behalve Stijn. Verkoop mijn ziel alweer, prima. En het vosje gaat ook mee, die halen we zo. Klein groepje. Very vulnerable. Dus ik weet ook letterlijk niet waar we heen gaan. Dit is ook letterlijk het enige wat ik weet over de locatie. Meer hebben ze er niet over gezegd. Dus dat is één mysterie. We weten ook niet of het een huis of een grot of... Nee, nee. Of ze gaan ons gewoon letterlijk... En dat zou wel chill zijn. Mm. Ja. Het tweede gedeelte dan. Ja, dan gaan we maar gewoon door. Ja. Ben ik naar de verkeerde kant op? En vervolgens gingen we op de stepjes terug naar ons hotel. Alleen toen gebeurde er... Yo, oké. We zijn eventjes iets verderop bij Siebe's huis, want hij gaat nu mee. Het postje. Let's go! Maar waar is hij dan? Waar is hij dan? Hey! Jongens. Daar is hij. Daar is hij. Hij is daar. Ik ben net klaar met de video van Bulgarije editen. Nice! Yo. Hey, hij is leuk geworden, man. Ja, toch? Ja, oh, yeah. Die video, ja, die was leuk. Wat is dat trouwens? Oh, what the hell? Dat is dan gaan we niet eten, dan gaan we oprecht even. Nee, gaan we even omgaan. Nee. De deur, bro. Nee, bro. Ik moet eten. De coördinaten die ze naar ons hadden gestuurd waar we naartoe moesten komen, leken erop te wijzen dat we naar een soort militaire kazerne gaan. De eerste keer dat wij met een pad gingen, gingen we ook naar een militaire legerbasis. Ja. Toen zaten we ook zo in de auto en zeiden van... Blindelings op Ghost Hunters! Maar dat gaan we nu eigenlijk opnieuw doen. Hoe voelen jullie je? Ik weet het eigenlijk niet echt. Ik weet het ook niet inderdaad wat ik moet voelen. Ja, die Ghost Fair vind ik komt zo meteen wel. Ja, die is er nog niet. Dan spreken jullie al als die opkomt. Waarom is dit zo grappig? Maar toen werden we gebeld door de Ghost Hunters dat ze waren aangehouden. Oh, maar zijn jullie, mogen jullie wel gewoon weg, zeg maar? Ja, wij mogen wel gewoon weg. Dat wel, omdat we geen slechte bedoelingen hebben gehad of zo. Ja, want er was gewoon militair domein en ja, dat mag je niet betreden. Er staan, ik denk een stuk of 10 agenten staan hier om ons heen. Hey Maurice, waar wil je ons allemaal naartoe brengen, man, jongen? Ja, gewoon naar een gebouw. Daar is straks dadelijk even terug. Oh, ja, man. Gelukkig zit dat pas 4,5 uur in de auto of zo, toch? Wat zou je anders doen op vrijdagavond? Ik bedoel... zeggen, bro. Als ik dit niet aan het doen was, was ik waarschijnlijk hetzelfde aan het doen. Dat is gewoon zelf gegaan. Wat? Ja, maar we waren ook nog tegen de camera aan het praten alsof, zeg maar. Ja, als ik dit niet aan het doen was, was ik waarschijnlijk nu opgepakt. Zo, hoe kon jij dit in één keer zeggen dan? Ik bedoel, als ik dit niet. En nu moesten we dus even wachten tot de Ghost Hunters een nieuwe locatie hadden geregeld. Wat willen jullie dan? Ja, we halen voor jullie nu. Jullie kunnen hier wel knap staan, weet je. Stijn, wat wil jij? Ik heb wel echt honger, moet ik zeggen. Hij zit vol. Dus, kijk, volgende. Na ongeveer een kwartier wachten werden we weer gebeld door de Ghost Hunters. Hey. Het enige wat we eigenlijk hier echt in de buurt hebben waar we zeker weten waar we wat veilig rond kunnen lopen en doen, dat is hier ligt die legerbasis waar we al geweest zijn. Oh, dat is waar we als allereerst toen zijn geweest ooit. Met Siebe in dat gat is gevallen. Hey, laat het zo zijn dat Siebe weer mee is. Ja, dat is wel heel toevallig. Doen we niet toch? Hey, maar luister dan. Eigenlijk wel vet, want we zijn nooit terug geweest bij die allereerste, wat eigenlijk heel lijp was daar. Klopt. Maar gebeurde kapot veel. Unfinished business. Ja, oprecht. Ik ben echt wel benieuwd eigenlijk. Dat was een hele zieke plek. Ja man, inderdaad. Dat was wel een van de ziekste. Huh? Zijn we nu al bezeten? Wat gebeurt er? Goed. Een last minute locatie switch is wel vaker gebeurd. Maar
We gaan nu met de Ghost Hunters terug naar de allereerste plek waar we ooit met hun hebben geghosted. Wat eigenlijk wel heel bizar is. Want dat was misschien wel een van de heftigste avonden die we ooit hebben meegemaakt. De helft van onze groep moest zelfs bijna huilen en ging weg. En daarbij hebben we nooit echt goed kunnen ontdekken wat er nou allemaal gebeurde hier. Los van het feit dat we maar een derde van alles wat hier staat hebben kunnen ontdekken, heb ik ook het gevoel dat we het nooit echt kunnen hebben afronden. Dus het wordt heel interessant om hier weer terug naartoe te gaan. En misschien wel daarom extra eng. Het is namelijk een enorme verlaten legerbasis. Er is hier ontzettend veel gebeurd, maar de vorige keer leken we contact te hebben met de twee kinderen die zijn verdronken in het meer hier bij het kasteel. Verder schijnen hier nog veel meer entiteiten rond te dwalen, dus ik ben heel benieuwd wat we gaan tegenkomen. Twee minuten. Ik voelde net ineens, toen we die 2 minuten zeiden. Voelde je opeens een ghost prepare feelingje? De ghost prepare feeling. Ja, ik heb nu wel een beetje die... Ik begin nu ook wel een beetje te beseffen van, oké, we gaan nu echt weer even enge shit meemaken. Ik bedoel, hoe eng kan het worden, toch? Is dit allemaal afgesloten gebied of zo? Wat is dit? Waar zijn we nou? Het is nu al zo tering grimmig. Oh, het is hier links. Ik zie allemaal hekken en verkeersborden. Is dat goed? Ja, daar zijn ze. Daar zijn ze. Hey, ik herken het. Er lopen hier allemaal van die mensen altijd. Ja, maar het is armen. Maar er lopen hier allemaal mensen gewoon, gat. Ja, veel ook. Is dit een asielzoekerscentrum? Ja, klopt. Oh mijn god. Love naar hun. Shout out. Yo. Het is Sven, niet koud of zo. De zomer is officieel voorbij, blijkbaar. Ik was niet voorbereid op dit weer. Ik heb een trui in je kofferbak gevonden. Hey, ja. Er ligt letterlijk van alles in mijn kofferbak. Ik kan letterlijk de ingang naar Narnia, daar vind je het licht helemaal vol. Hij komt ook net uit die kofferbak. Hey, nee, nou, Maurice en Bianca zijn er ook weer. Goeiedag. Zo koud. Ja. Nee. Zo, ja. Poeh, zeg maar, ja, van hier is het allemaal begonnen. Maar eigenlijk vind ik het wel leuk dat we hier zijn, want dat was toen best wel heftig. Mm-hmm. En het is nooit echt... Zijn we ermee geweest? Hè? Nee, het is nooit echt gesekt. Nee. Is dat extra enge wat hier bericht zulke... op? Gaat dat nog plaatsvinden of niet? Ze doen altijd zo mysterieus. Nou, wij waren net zo bijna in een busje mee. Ja. Zo, ja. Oh, nu komt hier ook een enge squad. Ja, dit loopt hier allemaal enge mensen rond of zo. Zullen we maar gaan? Want, we gaan de spullen pakken en dan gaan we. Oh ja, oké. Okay. En we waren nog geen 100 meter onderweg of we werden al nagefloten door een eng groepje jongens. Hey, heel chill. We hebben weer random naar ons gefloten te worden, joh. Moet dat? Oh ja, ik zie ze ook lopen. Ja, je moet er overheen. Ja. Oh. Dit was precies een plek. Hé, dat was wel licht, man. Laten we snel gaan nu er niemand kijkt dan. Ja, ze kijken echt. Ze lopen echt gefloten, hè. Ze komen op een sukkel laten hier. Ja. Echt? Ja. Pas op, Siep. Ja. Kom snel hierin. We besloten maar snel het terrein op te gaan om het groepje jongens af te schudden. Hier ligt ook een trui of zo, Timon. Ik ben gelijk op die. Ja, dit is niet chill, bro. Gaan we gaan begonnen. Zodra we het terrein opliepen, sloeg de sfeer meteen om. Iedereen stond op scherp en ik zat er al helemaal niet lekker in vandaag. Ik denk ook de hele tijd weer dat ik wat zie al. Je wordt gek. Maar dat is het enge hier. Er lopen ook gewoon fucking enge random mensen hier zo. Wat doet iedereen hier? Ga wat doen met je leven. Het is vrijdagavond. Oeh. Vogels. Kutvogels. De mijnwerker ben jij. Je ziet jouw gezicht ook niet. Ken deze ding? Hoezo niet? Wat was ook weer het verhaal hier zo? Die jongen was verdronken. Oh ja, dat is daarachter. Oh ja. Waar die twee jongetjes verdronken zijn. Hey, ze zijn weer aan het fluiten daar. Ik hoorde ze weer fluiten. Weet je wat mijn ergste nachtmerrie is, denk ik? Dat ik met het kleine zaklampje zit te schijnen. En dat ik opeens langs zo'n hoofd schijn. Zo. Dat is letterlijk wat horrorfilms met je hebt gedaan. Gewoon. Dat het gebeurt eigenlijk nooit, maar doordat je het ooit een keer in een film hebt gezien, ga je denken. Ja, dat is zo daar recht. Ik weet nog precies waar. Dat vergeet hij nooit weer. Ik zweer het. Ik weet het nog. Ja, hier links. Hier links. Ja, hier zo echt. Huh? Ja, hier was het. Ja, ja. Gaat er nu kijk dan, hier is het vossenhoofd. Ja, emoties. Ja, we gaan emoties doorheen. Dingen van vroeger komen terug. Oh mijn god. Oh, wat gaat dat? Oh. Gelukkig viel het vosje er deze keer niet in en konden we direct het gebouw in. Ik weet niet wat het vandaag is. Het is niet... Ik weet ook niet wat er gebeurt. Het is niet chill. Ja, ik vertrouw die... Huh?
Nee, dat klonk als een beest, een hond of zo. Oh! Huh? Ik ben echt bang om elke hoek hierheen te kijken. Oh mijn god. Ik zweer het, ik dacht dat ik daar iets hoorde, maar dat is een druppel. Ik zweer het, ik zag helemaal voor me dat er zo'n zwerver of zo naar ons toe komt. Naast dat ik deze nieuwe mooie gadget heb meegenomen, namelijk een 360 camera, hoorde ik ook de hele tijd geluiden. Normaal heb ik dit nooit zo erg en ik leek ook de enige te zijn die het hoorde. Steven is echt vandaag niet. Jij zit echt in een andere wereld, hoor. Ja, ik hoorde dat, maar ik zag ook wat, dacht ik opeens. Yeah. Brak, je bent toch niet brak? Hoor. Nee, helemaal niet, hoor. Ik ben helemaal fresh. Te fresh misschien. Steef. We begonnen in deze ruimte te proberen met contact te leggen met de K2 meters en de rempot. En Sibus zijn K2 meter ging af, dus hij ging in het midden van de kamer staan. Die dreunen hoor ik gewoon, als we iemand in het gebouw hebben. Boven toch, ja. Ik zal het echt aangezien doen als ze de ramp aan raken. Oké, als hier iets of iemand is, kun je dan voor mij de rempel aanraken. Nu met wat enthousiasme. Oh. Als je hier bent, kun je dan de rempel voor me aanraken. Alsjeblieft. Nee, die bleef. En dan roepen mensen. Ik vind het niet chill, man. Ghost Hunters waren gewoon ongezorgd proberen contact aan het leggen, maar het lukte mij echt niet om te focussen met al die geluiden die uit dit gebouw leken te komen. Ik weet wat je ontbaat. Oh. Wacht, ik hoorde daar iemand, ik zweer het. Oh, oh. Ja, ja, dank je wel. Ik hoor weer iemand boven. Ja, ik hoor het ook. Ja. Hoor je dat? Ja, ik hoor het. Toch? Ja. Je hoort iemand boven. Hij loopt iemand boven. Het klopt net alsof er iemand wat zei. Hè? Ja? Wat? Wat hoor je? Ik zweer het je. Ik hoor dit echo. Ik hoor boven mensen lopen en ik hoor stemmen in dit gebouw. Ik denk dat we nog boven gaan. Goed idee. Ja, er is hier iemand in dit gebouw. Maar toch, ik hoor dat niet. Ik heb niks boven gehoord. Nee. Alleen, ik hoor wat die doen. Die dreunen hoor ik niet. Stemmen hoor ik niet. Maar jullie, nee, stemmen en voorstappen. Jij bent bezeten. Dat is wel waar. Jou luister ik sowieso niet naar. Jij bent met andere dingen bezig. Ja, true. En jij bent Stijn. Ja, dat is ook wel een ding. Nee, ik zweer het echt. Ik hoor het echt. Het kan natuurlijk dat hier ook andere mensen zijn. Dat kan. Ja. Maar dat vind ik juist fucking kut. Inderdaad. Juist het zweer, maar luister, de mensen die hier zijn nu... Die zijn helemaal... Als je nog geen bent... Zie jij dat? Ben je echt? Ben je meer of niet? Ja. We gingen nu naar boven, naar waar de geluiden vandaan leken te komen. En ik zou echt zweren dat er iemand bij ons in het gebouw was. Ik vind het ook niet zo om hier boven te lopen, wetende dat ik net mensen hier hoorde. Vorige keer waren we hier, toen was die bar nog heel. Dit was nog helemaal heel. Toen de vorige keer. Vandalisme. Gisteren wat, de bar is stuk. Oh, die bar nu. Ik ging ghost hunt en toen gebeurde dit. Wat is dat? Wat is dat geluid? Wat van deze ding. Oh. Oh mijn god. Misschien wat ook nu staan. Nu weer bij die kant op weer. Klopt. Is dat zeg maar deze kamer naar binnen en dan. We besloten op deze plek weer de S-test methode te doen. Oh, hij is al bezig. Stijn. Oh, huh? Welkom bij Casting Couch. Au.
Ik dacht, hij hoort Stijn. Ja, dat dacht ik ook even. Oh, ik ga wel even. Is hier een bepaald verhaal of zo waar we ook naar zoeken? Ja, dat is een yes. Dag. Nou ja, die is er. Of niet? Is toch hier iemand gedronken of zo? Ja. En toen hoorden we allemaal ineens heel duidelijk iets bij het raam. Kan je ons je naam vertellen? Kijk. Echt een boek. Dat raam bewogen. Nee, je hoort het geluid van het raam. Ja, dat raam. Dit is die raam. Ik hoor het. Ja, je hoort hier overal dingen. Ik bleef de hele tijd maar geluiden horen en toen hoorden we opnieuw heel duidelijk iets bij het raam. Dat is hier. Dat hoorden we wel. Dat hoorden we wel. Is hier opzet iemand? Ik zeg het toch even, er is hier iemand. Het is alsof er iets tegen het raam op duwde of zo. Die ramen kennen. Oh. Huh? Nee, dat is mijn lamp. Ja. Ik hoor hier een tijd voetstappen. Ja. Daar, hè? Huh? Aan die kant. Natte voetstappen. En ik ben daar net bezig kijken en er is niks. Wat is er gebeurd? Ja bro, er gebeurt echt van alles. Er gebeurt van alles om ons hier. Nee, dat is echt zo goed. Dus ze kunnen zich niet... Ik ga wel even terug, hoor. Ja, oké. Ik zou daar blijven, bro. Gaat hoor, net hier. Hier is een harde knal, gewoon hier zo. Ja, hier bij het raam. Echt. En daarna buiten. We hoorden echt duidelijk buiten. Ook een toe. Maar iedereen hoorde het. Ja, iedereen. Ja, het is, er is hier iemand of zo. Ja. Het is een hele andere sfeer als wat hier anders hangt. Ik voel me ook echt niet chill vandaag. Zoveel geluiden is normaal... Was er normaal niet. Siebe ging ook nog een keer, maar het lukte mij echt niet meer om te focussen. Wat is je naam? Waar ben je? Hier. Als je hier staat, klinkt het echt alsof daar de hele tijd natte voetstappen zijn. Maar als je gaat kijken, dan hoor je niet eens eens druppelen wat hetzelfde is. We besloten even te gaan kijken, maar we hoorden niet alleen de voetstappen, maar ook nog andere geluiden van beneden komen. Ik hoor niks. Het klinkt alsof iemand beneden is. Hoor je dat niet? Nou, dat zeg ik toch. Het is net alsof daar de hele tijd van alles te horen is. Maar als je gaat kijken, dan is er niks. Ik hoor. Zus? Ik zweer. Ik hoor iemand. Ik hoorde iemand. Nee, ook daar had ik iemand horen. Ja, dat zeg ik. Iemand praten. Ik loop iemand beneden. Ik loop iemand beneden. Dat is fucked up. Gaan we er naartoe? Nee. Tuurlijk niet. Waarom is dat je eerste gedachte? Wat is er grap? Die trap gaat nergens naartoe. Gaan we kijken, die trap gaat nergens naartoe. De trap waar we dachten dat het geluid vandaan kwam, ging inderdaad nergens naartoe. Hoezo lijkt het ene moment alsof er iemand hier is en het andere moment alsof er niks aan de hand is? Nee, dat is niks hoor. Komt er uit het niks gewoon, hè? Oh. Nee, maar ik wil ook eigenlijk niet zo lang blijven. Ik zweer het. Gaan wij toch in de auto zitten? Laat je hun lekker. Nee, maar ik meen het. Er klopt iets niet. We gaan even naar een ander gebouw, maar something's off. Kijk, dat is een actie oplopen. Even een dramatisch effect. We besloten nu naar het gebouw te gaan waar het de vorige keer heel heftig was. En ondertussen bleef ik gewoon dingen horen. Ik hoor het. Oh, klopt hoor. Ja. Nou, even aan een stukje in de video. Ja, en ook voor ons gewoon hier. Hier was het kasteel waar dus twee jongens zouden zijn verdronken in het meer. En hier recht tegenover zat de kazerne waar het de vorige keer helemaal misging. De vorige keer zijn we hier geëindigd. Op de zolder hier. Hier ging het vorige keer helemaal fout aan. Hè? Dat was niet normaal. Inderdaad. Oh, tjoh, dat we daar nu weer heen gaan. Ja toch? Oh, dat is een beest. Ja. Vorige keer zijn we niet verder dan dit gebouw gekomen. Hier werd het echt lijp. Ja, dan gaan we weer. Here we go again. Heb je dat idee was wel. Zo, kijk dat meisje daar. Oh. Is het echt een meisje?
Kijk. Nee. De muur daar. Oh. Ja, dat is echt. Maar dit is een grappig steentje, meisje. Waar gaan we heen? Alleen die twee zullen er niet meer zijn. Als het goed is, niet. Ja? Die kinderen zijn er niet meer. Hoezo? Die zijn weggestuurd. Hè? Hoezo? Jullie hebben ze weggestuurd? Ja, waar ze naartoe moeten. Oh. Als in, je hebt ze verlost, zeg maar? Ja. De Ghost Hunters vertelden ons dat in hun laatste sessie de twee kinderen hier waarschijnlijk niet meer zijn. Het zal me benieuwen of nu heel rustig boven is of niet. Wel zou er volgens hun nog iemand anders zijn, genaamd Daan. Die Daan-figuur hebben we de vorige keer al heel boos gemaakt op een andere locatie. Dus in ieder geval is dat redelijk lastig. Dus, ik weet niet of Daan er is, maar die zal er wel lastig vallen. Het gaat toch? Maar niet? Kom eraan, bro. Nee, bro, ga maar voor. Nee, kom eraan. Ah, top. Oh, nee, ja. Holy shit, ik vind het heel ziek om hier terug te zijn nou, hè? Ja, voor die drempel. Ik ben er overheen. Oh. Dat was al. Ja, chill ruimte, hè? Bro, deze kamer hebben we echt misschien de lijfste shit meegemaakt. Ja. Hier wordt letterlijk shit gegooid achterop. Ja. Juist, dat is spelen. Goeie. Nee! Nee! Spelen! De rest moest gewoon bijna janken, Daniel. Ja, Sjan moest bijna huilen, gewoon. Ja, Daniel. Kom, Daniel. Dat ze ook allemaal aangel zijn. Allemaal. Hè? Oh. Oh. Ze allemaal aangel zijn. Oh. Oh. Dat weet jij helemaal niet. Schrok je ervan? Ja. Ja, maar ik ben bang voor vogels. Dus. Oh. Oh ja. Geesten en zo stelt niks voor, maar vogels. We probeerden dus contact te leggen met Daan, maar reageerde bijna niks. Zal het jullie makkelijker maken? Zal de koptelefoon opzetten en gaan eens kijken of ik dan contact met je krijg? En toen kreeg de avond opeens een hele onverwachte wending. Je wordt gebeld door Marijn Kuipers. Hey. Hey. Hey, hoe is het? Goed, hoe is het met jou? Goed, ik ben momenteel aan het ghost hunt ergens in België. Oh mijn god, serieus? Ja. Oh, is het eng? Ja. Nou. Ik wil misschien dingen thuis, dan konden we lekker feest doen. Wat bedoel je precies dan? Wat? Wat bedoel je precies met chillen? Netflix en chill. Jongen, je moet gaan. Oké, dat was raar. Maar nu ging Bianca de Estes methode doen. Ja, we zijn dus eigenlijk op zoek naar Daan. En Jess. Degene die hier is. Ja. Misschien sluit het anders. Hey. Hey, hebben we nu te maken met Daan? Ga door. Sorry. Daan? Ja, jij hebt hem nee. Daan genoemd. Oh. Ga weg. Oh, hoe oud ben je? Daan. Kom hier. Maurice. Oh, nee. Nee, nog eens wat. Is je naam Daan? Is hier. Hey. Daan is hier? Daan is hier. Nee, ja. Daan is hier? Ja, ik denk het wel. Doe eens. Oh, damn. Zie je? Ja. Zie je? Oh shit. Zij heeft de ogen ook dicht, hè? Dus gewoon bewijs. Zij heeft de ogen ook dicht, hè? Zij ja. Ziet nu dat ding afgaan. Hè? Stefan. Ik ben hier niet alleen, Daan. Ja? Ik ben ook met nog drie andere jongens. En Maurice. Zeg mijn naam niet. Vier. We zijn met vier. Ballen. Oh, wil je die ballen aanraken? Nee. Dat wil die nog shit. Ja. Echt absoluut nee. Nee, ik zei wil je die ballen aanraken? Engels. Oh, balls. Hey, die maak je boos, bro. Doe niet. Get out. Oh, oh mijn god. Nu? Damn. Come on. Hij is oprecht echt boos, volgens mij. Er werd nu de hele tijd Engels en Nederlands door elkaar gepraat, dus we hadden het idee dat we met twee entiteiten tegelijkertijd in gesprek waren. En toen kwamen beide namen naar voren. Can you give us your name? Come on. Simon. Simon. Nee. Dat is een naam. Is het een name? Simon. Hou je toch niet de Simon? Daan. Wat? Simon en Daan. Yes. Ineens zijn ze er gewoon. Simon, how old are you? 40. Dat is heel duidelijk. Druk. Simon, what happened to you? Help me. Oh. How can we help you? Simon, when did you die?
Die. You know your dad. War? Zijn er war? War. Did you die in the war? Yes, please. What was your rank? Help me. Simon, we want to help you, but you have to tell us how. You are. We are helping. Oh, misschien gewoon door te praten. Ja. Hij wil gewoon even zijn ei kwijt. Ja. So how did you die in the war? Shot. You were shot. Did you fly a plane? Yes, I do. Better. Are you a pilot? Joy. Yeah, joy with flying. Are you a pilot? Yes, man. Damn. Echt een heel duidelijk gesprek gehad. Ja. Do hat. Dat is Daniel. Mm-hmm. Can you give me your rank, please? No. Why not? Nee. Nee, dat is Daan. Die komt er tussendoor. Are we safe here? Stoppen. Bianca. Oh. Daan is boos. Nu. Bianca moet stoppen. Are we safe here? Now. No. Now? No. Now. Zo, dat is goed gedaan hoor. Een lange sessie. Ja. Ja. Are you okay? Ja. Hé, dat was echt. Je had echt met twee. Ja. Tegelijk contact of zo. Het voelt alsof ik een hele fles whisky achter me kiezen heb. Oh, maar hoe bedoel je? Als in overwhelming? Ja. Oh. Ja, ik weet niet. Heel raar. We gaan nu naar het laatste gebouw waar we nog nooit zijn geweest. En dit is waar het echt creepy werd. Ik dacht veel te stoer op camera in de tijd. Ghost Hunters zijn hier wel één keer geweest en ze zeggen dat ze aan het einde van de gang in dit gebouw een man hebben zien staan. Hier zijn we nog niet geweest. Nee. En hier zijn jullie dus ook maar één keer geweest. Ja, echt niet chill vinden we. En toen zagen jullie dus iemand. Wat? Aan het einde van de gang, ja. Was dat echt iemand of? Nee. Er stond niemand, wij waren daar maar met ons gezin. Een soort schaduwfiguur. God, nee, je ziet er letterlijk gewoon echt iemand staan daar. Oh, een echt persoon? Ja. Maar je kunt er wel dwars doorheen kijken. Wat? Huh? Dit zijn de beelden die de Ghost Hunters die dag hebben geschoten. Volgens hen zie je hier dus de man aan het eind van de gang staan. Maar was er dan een echt persoon? Ja. Nee, dus was niet een echt persoon, maar je ziet in een vorm van. Hij ziet eruit als een persoon, maar doorzichtig. Staat dat op beeld? Ja. Oh, op video staan. Hoor je ook zo'n geel? Ja. Ja. Wat was dat? Hallo? Hier de deur. Dat was het. Ja. Oh, een heks. Huh? Een heks of zo? Hey Steven, hoor je dat geluid? Ja. Tering raar. Kijk deze gang aan. Oh. Dat is wel goed op beeld. En was het deze gang? Ja. Oh. Daar stond iemand, daar. Daar. Aan het einde van de gang. Daar. Ja. Ik ga eens kijken. Ik kijk er nu in. Het is ook zo'n hypnotiserende gang of zo. Ja, deze gang is echt niet chill. Hey. Ik zeg je eerlijk, ik voel opeens iets van... Ik voel een rilling, heb jij dat? Oh, ik voel nu een rilling. Dat ook, maar ik wilde ook zeggen van ik voel even dat Simon even moet kijken daar ofzo. Oh. Ik! Oh, ik voel een rilling over mijn lichaam. Oh. Oké, okay, dat zegt de rilling. Van kijk, Simon, kijk. Ja, van... Simon. Oké, Simon, bro, let's go. Geef me die GoPro dan. Was wel altijd een goede gast, hè, Simon. Ja, hij was altijd aardig. Ja, ik zal hem nooit vergeten. Nee. Hij had ook leuke edits gemaakt. Hij had ook leuke edits gemaakt, ja. Zo, was echt top. Ja. Echt heel chill om hier te lopen, man. Ik wilde net zeggen, oprecht. Oprecht voelde het hier eigenlijk. Ik heb het idee alsof hier iets gaat gebeuren of zo. Ik vind het niet heel chill om hier zelf te zijn. Hij was altijd jong eigenlijk. Tuurlijk, eigenlijk wel, maar ja, altijd. Hè. Het was zijn eigen wil, hè? Ja, hij wilde zelf echt. Kapot eng in je eentje. Dat is even wel een dag gesnatcht. Oh. Ik weet niet of jullie iets zien. Simon! Hey! Wat zie je?
Oh, wat de hel? Hé. Hey. Was jij er niet? Ik zweer het, ik hoor hier. Waarom blijf je daar nog? Ik zweer het! Iemand. Nee, ik was dat niet! Wat doe je daar dan ook? Hé, daar is Maurice. Hier? En Bianca. Oh, iedereen is hier. Wat zei dat dit? Kom eens hier, wat zei dat dit? Kom eens hier, wat zei dat? Nee, ik was dat niet! Ik zweer het op alles! Wat hoor je dan? Ja, de dikke. Ja, die hoor ik ook! Ja? Maar die hoort iedereen. Gewoon vleermuis hier, dat kan misschien. Nee, hou je bek, maar was jij dat echt niet? Ik was het niet. Oh mijn god. Ik deed niks, echt niet. Maar, je kunt het terugzien als dit was letterlijk niet normaal. Dit was niet normaal. Mijn hart klopt echt kapot zo. Ik dacht dat jij dat deed. Hoor je ook die wind opeens? Ja. Was dat? Oh mijn god. Nee, maar dit is oprecht niet normaal. Hè, maar wat maar welke deur was het? Links toch? Ja, ik hoorde het inderdaad aan de linkerkant. Ja, ik hoorde het ook. Ja. Dat was echt heel hard. Ja, heel hard. Ja. Ik dacht Maurice daar. Ja, kijk Maurice daar. Maurice! Ja. Hij is daar, hij is daar. Fuck her! Ja, hij gaat door, vandaan komen. Hé? Dit was geen normaal geluid, dit kan niet zomaar ontstaan. Nee, dit was geen regendruppel of zo. Het was inderdaad. Geen, nee, precies. En het was ook niet een kraak of zo. Het was echt... Toen! Nou ja, alsof iemand klopte. Alsof iemand klopte. Echt zo toen hoorde ik. Zoiets hoorde ik. Ik ga de morgen eens kijken. Hé! Hey! Oh, Hansen! Ik schrok hem dood aan. Ja, nee, als er iemand is, pak ik. Dit was echt iemand gewoon. En ik don't fuck with us. Nou ja, laten we het hopen dat het iemand was. Ja, oké, okay, ja. Want als het niet iemand was. Ja. Dan was het iets. Dan was... Maar hoe verklaren jullie dit dan? Want dit is weer akelig rustig. Nou, dan gaan we boven kijken. Misschien dat daar nog iets te zien is. Ja, het was echt alsof iemand klopte. Zullen we buiten kijken? Zullen we buiten kijken? Waarom? Of iemand staat? Denk je dat hij dan weer staat? Ja, die is meteen weggegaan. Hebben jullie iets? Zeg maar hiermee te maken? Oh! Nee? Serieus niet? Boris? Nee. Kijk maar. Kom, we gaan kijken. Nee. Dit gaat niet goed. Ik ga niet de goede kant op. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Ik heb wel. Pak hem aan het handje, Maurice. Dan gaat het met je mee. Ja, we moeten even kijken. Je kunt van buiten sowieso zien dat hij. Gaan we met z'n allen? Ja. Hou jij me vast. Oké. Okay. Oké, okay, geen man. Oké. Is ook een soort wapen toch? Hele dure wapenstok. Ja, nee, je kan hier wel lopen, zo. Toch? Zie nou eens iemand lopen. Je hoofd dat hoe gaat hij staan? Dat was de raam. Zo, dat is een druppel op mijn hoofd. Godsamme. Ik heb een toonkop. Die bokslesjes gehad, dus in principe als geest op. Paf, paf. Links rechts. Hoe? Gewoon. Paf, paf. Links rechts. Huh? Hier dan? Nee, dat waren wij niet. Wat was dat? Wat was dat? Dat was van boven of... Iemand zit met ons te fuck. Weer boven. Iemand zit met ons te fuck. Is hier iemand of zo? Iemand zit met ons te fuck. Daar gebreken. Wat? Daar is iets denk ik. Wat? Ik denk dat we daar gebreken gaan worden. Gaan we daar naartoe? Ja, zie je. Ja. Ja, ik ben net toch geweest. Het is tijd dat jullie over de gang hebben gedaan. Zie je me gaan vast. Stuur mij dan allemaal weg. En toen hoorden we een geluid waardoor we zeker wisten dat er iemand in dit gebouw zit. Zie me heel veel plezier. Yeah. Ja, oké. Okay. Okay. Ja, kom. Dit waren jullie. Nee. Ik sta okay, niet. Ik schrik. Er zit iemand daar. Ik schrik met een tering. Er zit iemand daar, ik zweer het. Dit was toch, dit voor mij niet. Oh, wat de waar? Oké, luister, nu ben ik klaar mee. Nee, er is weer iemand. Nee, dit gaat niet. Er is iemand en ik ga echt met deze stok. Ik heb hem net nieuw en hij is echt hard. Huh? Zal ik even kijken? Ja. Er is nu iemand. Grappig. Ik blijf naar rechts kijken. Kijk jij naar rechts? Kijk jij naar rechts? Je weet niet hoe lang meer te staan eigenlijk. Ja, ga even weg van het raam. Het is niet. Ja, maar iemand. Wacht, buh! Nee. Wat zei iemand? Nee, wat zag je? Rechts? Nee. Ik bleef kijken. Ik zag niks. Zag je iemand? Ik denk dat je gek wordt. Nee, rechts zag ik niks. Nee, blijf maar niet kijken. Ah, wat doe je? Ja, er gaat iets gebeuren. Oh,
Oké, blijkbaar worden we dus in het ootje genomen. Ja, maar dus wij worden zeg maar zo van gek. Alleen wij zien het. En heel YouTube. Oké, we gaan naar huis. We gaan weg. Laten we gaan. En net toen we dachten dat we veilig waren, zagen we ineens die enge mensen nog achter ons aanlopen. Ziek knap. Ja, nee hoor, ik loop ook. Een tijd later. Ja, dat is succes. Kom, we moeten gaan. Kom mee, hoor. Kom mee, hoor. Nee, maar niet te aanschoot. Wat gebeurt hier nou? Ik zie het, Maurice. Nee, Bianca zijn ook opeens bezeten of zo. Wat de hel? Zou doen met die fluit. Ze komt eraan! Boys, ik kan niet meer, ga maar zonder mij! Ga maar zonder mij! Kom op! Oké, ik ga weer! Ze komt er voor mij! Nou, dat is gezellig. Hé, hey, luister, we waren echt lang daar en in het begin waren we allemaal een beetje suspicious. Ik dacht van, oké, ze gaan ons pranken of zoiets, of er gaat iets gebeuren, whatever. En echt na 3 uur of zo, niks, ja, normaal, niks raars. Ja. Na het geval, ik dacht toen, oké, nou, blijkbaar toch niet. Hey guys, good evening. English? Nee, gewoon Nederlands. Oh, gewoon Nederlands. Het bizarre is alleen dat ik nu dacht dat alles wat we hoorden aan het begin ook deze mensen moesten zijn geweest. Alleen zij vertelden ons nu dat ze pas op het allerlaatste moment het terrein opgingen. Dus we kunnen hun niet hebben gehoord toen. En dat betekent dat er iets anders de hele tijd bij ons was. Dus jullie zijn zo opgepakt? Ja. En dan hebben we dus op een groepsfoto met de politie gehad. Ik had niet per se gepland de horrormaand te beginnen met een prank. Alleen de rest van de video's deze maand worden geen pranks, kan ik je vertellen. En ook nog eens doodeng. Dus abonneer en ik zie je volgende week.